Goeiedag. Welkom bij Catechismus voor Volwassenen. Ik ben Eerwaarde Huizigens, ik ben katholiek priester. Ik zal u trachten door de catechismus te voeren. Wat het allemaal is, daar ga ik u onmiddellijk op antwoorden. De titel voor vandaag is: Waartoe zijn wij op aarde? Ik begin met een anekdote. Ik was vroeger priester in Duitsland. En nu ben ik priester in Nederland trouwens. En toen ik in Duitsland was, had ik in de catechismusles, de geloofsles, een kleine jongen. En ik vroeg hem: wat is voor jou het mooiste in het leven? Waardoor voel je je het gelukkigst? En die kleine jongen antwoordde, in het Duits gezegd: fritten mit mayo. Frietjes met mayonaise. En hij straalde van geluk, want dat was werkelijk het mooiste wat hij zich kon voorstellen. En ik vroeg aan de jongen: en nemen we aan dat je dus een heel bord leeg hebt, zoveel als mama kan koken en op je bord krijgt. Je hebt het op en ze gaat het nog eens klaarmaken. En nog eens en nog eens. En je eet het op. Denk je dan nog altijd dat frieten en mayonaise het mooiste zijn in het leven? En die jongen zei: nee, dan ga ik waarschijnlijk buikpijn hebben. In ieder geval is duidelijk, die jongen streeft naar geluk en denkt dat het te vinden is op een plek, waarvan hij later ontdekt: nee, dat wordt hem niet. Hetzelfde maken wij ook elders mee. Ik heb een buur, en die buurjongen die ik vroeger had toen ik opgroeide, die weer had een neef en die had alle succes in de wereld. Ik bedoel daarmee, hij had een goede job, hij verdiende veel. Met het veel verdiende geld kocht hij zich een chique auto. En met die chique auto haalde hij het chicste meisje af. Want hij dacht: dit is het wat mij gelukkig maakt. Ik streef naar geluk en dit zal het zijn. En wat merkt hij? Het vele geld, de dikke auto, het knappe meisje, vervult hem niet. Het kan altijd meer en hij wil ook altijd meer. En hij zoekt naar iets wat blijft. Iets wat blijft. Een tweede voorbeeld, anekdote. In de jaren 1990 was er in de Vlaamse tv ooit een documentaire over nabije doodservaringen. Men noemt het soms bijna doodervaringen. Daar kwam een toen oude man voor die vertelt: ik lag op de operatietafel en ineens verliet ik mijn lichaam. En toen zag ik bij mij een vriendelijke geest. En die nam me mee, en toen hij me meenam, hoorde ik een prachtige muziek. Ik zag een soort tunnel. En aan het einde van de tunnel een prachtig licht. Maar onderweg daarheen kwam ik langs mijn eigen huis. En ik zag mijn vrouw daar. En ik begon te schreeuwen: vrouwtje, kom mee naar deze kant, hier is het veel beter. Maar die beschermgeest die bij me was, die zei van: er is een absolute grens tussen hun en ons. Je mag die niet zomaar overschrijden, mag je niet doen. En hij nam me mee en ik ging weer onder die hemelse muziek door die tunnel. En op het einde kwam ik bij dat licht, maar dat licht was geen normaal licht, het was een persoon. En ik voelde mij bij die persoon geborgen als nooit tevoren. Die persoon echter liet mijn leven afspelen als een film. Maar ik kan me bijvoorbeeld niet herinneren wat ik aan had bij mijn eerste of plechtige communie. Maar ik kan me wel herinneren. Bijvoorbeeld dat ik als kleinkind op een stoel was geklauterd. Dat ik vanop die stoel op een kast was geklauterd. Dat ik de deur van die kast had opengedaan, van de keukenkast. En ik wist daarin zat suiker. En ik pikte suiker. En ik voelde me niet goed bij. Dit soort dingen. Waarbij ik me goed voel. En het soort dingen waarbij ik me slecht voelde. Achteraf.
al dat kwam. En toen vroeg dat licht aan mij, dat licht was een persoon. Wat denk je nu zelf over je eigen leven? En ik kon niet liegen, want alles was er met alle omstandigheden. Het was er gewoon. En van deze film, van mijn leven, hing af wat er later zou worden. En dat lichtwezen zei toen tegen mij, zegt de oude man, wil je liever hier blijven? Hij zegt ja. Maar je taak op aarde is nog niet afgerond. En toen, zegt die oudere man, werd ik teruggestoten in mijn lichaam. Zijn ik kwam terug in zijn lichaam. Hij opent zijn ogen en hij ziet die arts, die chirurg bij hem staan. En die zegt van, we hebben je van ver teruggehaald. En die man antwoordt, en moet ik je daar nog dankbaar voor zijn ook? Het was veel mooier aan die andere kant. Die drie ervaringen die ik nu meedeel van die kleine jongen, van die man, die jonge man die goed geld verdiende en een knappe juffrouw had, van die oudere heer, tonen bepaalde dingen. Het eerste is, geen mens kan zonder streven naar geluk. Zijn diepste verlangen is gelukkig te worden. En de dingen van deze wereld kunnen ons voor een stuk gelukkig maken. Sommige van die dingen hebben een bittere nasmaak. Andere zijn wel mooi, maar vervullen ons toch niet totaal. Ik heb u gezegd, ik ben priester. En ik neem vooraf ook al eens een stuk uit het geloof, uit het katholiek geloof, uit het christelijk geloof. Johannes 6. Op een gegeven moment verlaten een hele hoop leerlingen Jezus. En Jezus vraagt aan die leerlingen die nog gebleven zijn, dat zijn de 12 apostelen en nog misschien een paar anderen, maar zeker de 12 apostelen. En gij, zult gij mij ook verlaten? En Petrus denkt na en hij zegt, nee. Waarom niet? Ten eerste hebben wij erkend dat gij de Christus, de Verlosser zijt. Degene waarop wij gewacht hebben, die al lang voorspeld is. Ten tweede zegt hij, en dat sluit aan met wat we net hebben gezien, waartoe zijn we op aarde. Ten tweede zegt hij, Petrus, u alleen, zegt hij tegen Jezus, hebt woorden van eeuwig leven. Wij streven naar geluk. Hoe lang willen we dat geluk vasthouden? Eeuwig. Voor altijd. Wij streven naar geluk. Hoeveel geluk? Zoveel mogelijk. Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven. Het kan niet zijn dat wij in deze wereld doelloos rondlopen. Wij mensen hebben altijd een streven naar een doel. Ook in de natuur is niets zonder doel. Een dier zal niet snel zelfmoord plegen. Een mens wel. En wanneer doet hij dat? Wanneer hij denkt dat het geen zin meer heeft. Zijn doelen niet meer bereikt in het leven of zijn doel niet meer bereikt. De mens wil zijn doel en zijn doel is gelukkig te worden. Het kan niet zijn dat wij dit doel hebben en dit doel onbereikbaar is. Het kan ook niet zijn dat wij als enig wezen op aarde het niet zouden weten. Die film die die man zag, die oude man, geeft ons al aan dat het te maken heeft, dat doel, en het bereiken van dat doel, met hoe we hier op aarde leven. En we hebben een stem in ons, ik noem het stem tussen aanhalingstekens, die ons zegt, ik voel me goed of ik voel me slecht. Ik voel me goed als ik dit doe en ik voel me slecht als ik dit doe. Ik ga door rood licht als ik dit wil. En ik heb er een goed gevoel bij als ik dat wil. Dat gebeurt voor, na, tijdens. En het is niet weg te wissen. Als ik iets gedaan heb, waarvan ik weet dat het niet goed was, dan mag ik nog zoveel proberen, maar ik zal me er niet goed over voelen. Of omgekeerd.
Als ik iets gedaan heb wat goed was, dan is dat de basis voor geluk hier en nu al. Het zal dus wel zijn dat ons geluk te maken heeft met hoe we hier leven en welke beslissingen we nemen. In de oudheid leefden er in Griekenland filosofen. Filosofen, wijsgeeren, personen die nadachten over wat wijsheid is. Wijsheid. De dingen zien vanuit uiteindelijk standpunt. Belangrijkste zien. En een van de bekendste voorbeelden is rond het jaar 400 voor Christus, zelfs rond 400 voor Christus, laat ons zeggen, Socrates. Men noemt hem ook in het Grieks Socrates, de nadruk is gelijk. Hij had in ieder geval een zwerm van leerlingen, waaronder Platon, waaronder Alcibiades. En met die leerlingen ging hij op tocht om te leren. En wat wilde hij leren? Wat goed is. En waardoor wij een goed geweten bekomen. Waardoor wij ons goed voelen als we iets beslissen. En dat heet de moraal. Ik wil gelukkig worden door wat ik doe. Ik wil het goede doen. Maar wat is het goede? En zo gaat Socrates op een dag langs de markt in Athene. En hij gaat een bedrijf binnen waar kruiken worden gemaakt. Hij gaat het bedrijf bezichten en hij stelt vragen aan de eigenaar. Maar hij ziet ook hoe de baas of een van de bazen een slaaf slaat. Want de hele industrie draait op slaven. En wanneer de slaaf geslagen heeft, gaat Socrates hem vragen of dat nu hem een beter gevoel geeft. Of zijn bedrijf daardoor beter gaat werken. En die man geeft hem tot antwoord een trap en gooit hem buiten. Alcibiades en anderen zijn woest en denken tegen die vent, maar je klacht indienen. Die moet een proces aan worden gedaan. Socrates antwoordt: als ik langs het huis kom van een man en hij heeft zijn ezel buiten geparkeerd. En ik kom langs en die ezel slaat met zijn achterpoot en ik krijg er een trap van. Dan ga ik die man een proces aan doen. Ik denk dat ik gewoon doorga. En ook hier zo. Nadien echter interviewt Socrates een slaaf, Telemachos met naam. Hij vraagt aan die slaaf: je hebt net slaag gekregen, een flink pak slaag. Vind je dat erg, Telemachos? Ja. Socrates: zeg mij nu, wanneer zou je je het slechtst voelen? Wanneer je slaag hebt gekregen, zoals je nu bent, zoals je nu hebt, of wanneer je zelf diegene zou geweest zijn die het pak slaag heeft uitgedeeld? En Telemachos denkt na en zegt: dan ben ik liever wie ik nu ben. Ik sta niet graag in de schoenen van diegene die het gedaan heeft. Juist, zegt Socrates. Kwaad te lijden is erg, maar kwaad te doen is veel erger. Dat wist een man die niets wist van openbaring, van een contact met een wezen wat achter deze wereld staat, want daar ging hij vanuit. Hij moest op het einde van zijn leven de gifbeker drinken, Socrates. Waarom? Men beschuldigt hem van goddeloosheid. Hij heeft dat ontkend. Ik ben niet goddeloos, maar ik geloof niet aan die Griekse godenhemel. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat er één God is, want er is één wereld. Hij gaat nog verder, Socrates. Hij zegt: wij zoeken naar wat goed is en hoe we goed moeten leven. En we kunnen al veel vinden, maar ik zou eigenlijk wensen, en ik verwacht ook, dat de God, zo noemde hij hem, ooit iemand stuurt die het ons leert en voorleeft. Ik vrees echter, zegt hij rond 400 voor Christus, ik vrees echter dat het er zal aan toegaan zoals kinderen die naar buiten lopen wanneer de suikerverkoper komt in het dorp. Dan willen ze allemaal suiker hebben. En dan kan de papa nog zeggen: het is niet goed voor je tandjes, koop niet zoveel, neem niet zoveel. Dan gaat de suikerverkoper die kinderen opstoken tegen de ouders, zodat kinderen bijna hun ouders zouden ombrengen. Ik vrees dat dit gebeurt als die man komt die het ons voorleeft.
De wens van Socrates. De wens van een man die geen bovennatuurlijke ervaring had, maar alleen door nadenken kwam tot het bestaan van één God. Die wens is uitgekomen. De brief aan de Hebreeën, deel van de Heilige Schrift van de Bijbel, zegt, Hebreeën 1, veelmaals en op velerlei wijze heeft God zich geopenbaard. Aan onze vaderen door de profeten en nu in jongste tijd door zijn zoon. Dat wat Socrates gewenst heeft is waarheid geworden. God stuurt zijn zoon. Hij heeft ons komen vertellen waarom wij op aarde leven, wat het belangrijkste is. Dat er een eeuwig geluk bestaat. Hij heeft de weg daarvoor vrijgemaakt en ons getoond, voorgeleefd en beschreven hoe wij dit geluk kunnen begrijpen. Hoe we dit geluk kunnen bereiken. Dit mededelen van het wezen wat achter deze wereld steekt, daarover gaan we later nog in detail spreken. Die mededeling, die brief Gods als het ware aan de mens, noemen wij openbaring. Degene die achter deze wereld steekt, het verstand, het wezen achter deze wereld, kan ons niet het verlangen naar eeuwig geluk hebben gegeven, zonder ons te tonen hoe. Hoe komen wij daar? De openbaring, dat is zijn mededeling van hoe we er komen. De goede God, we noemen hem goed, want het woord God en goed komen van hetzelfde. Alle volkomenheden steken in hem, openbaart zich op vijf verschillende manieren, of vier verschillende manieren. Ten eerste door de natuur. Waarvoor dient een ding? Men ziet het vaak, door het ding te leren kennen. Een plastic beker, als ik die van de tafel gooi, dan gebeurt niks ergs, hoogstens dat men de inhoud verloren gaat. Maar de beker zelf is nog bruikbaar. Als ik hetzelfde doe met een stenen beker, dan gaat hij aan diggelen. De natuur is al een stuk van het openbaring Gods. Een tweede openbaring kennen wij reeds. De stem in ons die ons te verstaan geeft wat goed en kwaad is. Als je dit doet met die bedoeling, dan voel je je goed. Als je dat doet met die bedoeling, met die kromme bedoeling, egoïstisch of uit eerzucht, dan voel je je slecht. De stem van het geweten. En het geweten is een tijd onderdrukbaar, is een stuk verbuigbaar, maar niet op de duur. Op de duur komt het tevoorschijn, of men wil of niet. Dat is een tweede manier van openbaring, waarin God zich meedeelt aan ons. Een derde is de geschiedenis. Door de geschiedenis toont ook wat beloond wordt en wat niet, op de duur. De geschiedenis toont ook, als we er achteraf op terugkijken, wat wij zelf beoordelen wat goed is en niet goed. Ook dat is een soort stem Gods in de ruimere betekenis. Maar dat waarvan de brief van de Hebreeën spreekt, veelmaals en op veelvoudige wijze heeft God zich geopenbaard, dat gaat over een directere manier van openbaring. Het spreken van God tot de mens. En dat is in drie fasen gebeurd. Ik noem ze. Fase 1 is de oeropenbaring. 2 is het Oude Testament en 3 is het Nieuwe Testament. De oeropenbaring betekent dat wat de eerste mensen geweten hebben door een direct contact met God. Primitieve volken hebben daar vaak nog een herinnering aan een oertijd waarin alles nog goed was. En de hemelgod, zo noemen ze hem, bijvoorbeeld in Oost-Siberië, bijvoorbeeld onder de Sioux-Indianen in Noord-Amerika, Yakima-Indianen in Noord-Amerika, die noemen hem hemelgod, je kent ook de uitdrukking Manitou. Ze spreken ervan van een oergeluk. En zelfs de antieke volkeren herinneren zich aan een oergeluk. Wat ze dan in zagen of in midden vatten. Maar het is toch een herinnering aan een tijd waarin alles beter ging, voor de eerste mensen het verknoeid hebben. De oeropenbaring. In de, op,
in de herinnering van vele volkeren komt voor. De oertijd waarin alles goed was, het directe contact met de hemelgod. Een oercatastrofe door de schuld van eerste mensen, de oerzonde. De belofte van een verlosser. Een eeuwig leven. En een eeuwig leven wat verschillend is naar gelang wat wij doen op aarde. Dat zijn dingen die vaak terugkomen. Oeropenbaring. Belangrijker nog is wanneer God direct ingrijpt en direct gaat praten. Met Abraham bijvoorbeeld. Iets langer dan 2000 voor Christus. Met Mozes bijvoorbeeld. 1350 voor Christus, zo ongeveer. Met David bijvoorbeeld. Tussen 900 en 1000 voor Christus. Dit is wat de Hebreeënbrief noemt: hij sprak tot onze vader door de profeten. En tenslotte, de openbaring in eigenlijke zin, het derde, is het Nieuwe Testament. En in de nieuwste tijd sprak hij door ons, sprak hij met ons door zijn Zoon. God spreekt door zijn Zoon, Jezus Christus. Hoe kunnen wij nu vinden? Hoe kunnen wij deze openbaring nu vinden? Van protestantse hoek zal men zeggen: neem de Bijbel, de Heilige Schrift. Wij katholieken zeggen daarop: jazeker. Maar het is niet alles. Het geloof, dat wat wij horen te weten en te doen om het eeuwige geluk te bereiken, bestaat al langer dan de Heilige Schrift, de Bijbel. Of tenminste het Nieuwe Testament. Jezus zegt, Matthäus 28, 18, ga en preekt aan alle schepselen, ga naar de hele wereld en preekt. Hij zegt niet schrijf op, hij zegt preek. En toch zorgt hij ervoor dat de belangrijkste dingen op de duur worden opgeschreven. Maar wat hij de wereld mee te delen heeft, is er al van als hij gekomen is en nog voor het opgeschreven werd. Bovendien, als men spreekt van Bijbel, wie gaat zeggen wat tot de Bijbel, de Heilige Schrift, behoort? Zegt de Heilige Schrift dat over zichzelf? Of het geeft geen opsomming? Waarom zou een bijvoorbeeld een eerste brief aan de Korintiërs van een zekere Paulus wel tot de Heilige Schrift behoren? En een eerste brief aan de Korintiërs van een zekere Clemens niet? Criterium is tot de laatste apostel overlijdt, en wel, de apostelen zijn diegenen die van Jezus direct gehoord hebben wat ze moeten preken en aan de mensen doorgeven. En wie heeft vastgelegd wat tot de Heilige Schrift behoort? Uiteindelijk heeft dat de katholieke kerk gedaan. De katholieke kerk, tenslotte bij monden van de paus. Even uitleggen wat dat is. Wat is katholiek? Ik was vroeger priester in Duitsland, zoals gezegd, en ik was een tijdje in Essen. En op een dag kom ik uit de priorij, dat is de plaats waar de priesters wonen, en dat is niet ver van een stadion, het stadion van Rot-Weiß Essen. Ik kom buiten net op het ogenblik dat die fans, die supporters van Rot-Weiß Essen naar buiten stromen, en ik kom midden in de stroom. En uiteindelijk raak ik in gesprek met een aantal. En een van hen zegt tegen mij: ik ben eigenlijk evangelisch. Ik ben officieel protestants, Lutheraans protestants. Maar zegt hij, uiteindelijk zou er een kerk moeten bestaan die voor allen dient, waarin alle welkom zijn, die voor alle gemaakt is. Ik zeg tegen hem: begrijpt u het woord katholisch, katholiek? Hij zegt nee. Ik zeg, dat komt van het Griekse, katholos, voor allen passend. Voor allen passend in tijd en ruimte. Vanaf Jezus tot het einde van de mensheid. En in de ruimte, niet alleen voor het Joodse volk, maar voor de hele mensheid.
katholiek. Kerk, wat is dat? Het komt van het Griekse kuria kei. Zij die samengeroepen zijn. Door de Heer, kurios. De samengeroepenen. Jezus en de heilige Paulus zijn nog veel treffender. Jezus zegt, ik ben de wijnstok. Johannes 15 zegt hij dat. Jullie zijn de ranken. Zonder mij kunt gij niets doen. Los van mij kunt gij niets doen. Blijf in mij. En de heilige Paulus zegt, wij zijn één lichaam. Een lichaam van Christus. Hij is het hoofd, wij de ledematen. Dat is een geheimzinnig soort lichaam. Waarbij het hoofd de Godmens Jezus is. En allen die hem volgen, de leerlingen kan men zeggen, de leden. Dat is de kerk. En die kerk is hiërarchisch. Jezus heeft apostelen gekozen, één daarvan tot aanvoerder gemaakt, met name Petrus. Dan heeft hij ook nog 70 andere leerlingen gekozen. En die hebben hun volmacht die ze van Jezus kregen, door handoplegging doorgegeven. De kerk is dus een structuur, gemaakt door Jezus zelf, met hem verbonden. Met zijn geest vervuld. En die mag door de tijd transporteren wat Jezus heeft geleerd. Johannes 14 tot 16, daar spreekt Jezus over de Heilige Geest die aan de gehele kerk zal worden gegeven. Zodat ze alle waarheid wat hij geleerd heeft zullen onthouden, herinneren en zelfs nog nieuwe dingen inzien die ze op dat ogenblik nog niet inzagen. En de kerk, met name door de opvolger van Petrus, aanvoerder van de apostelen, heeft ten laatste in het jaar 405 vastgelegd wat tot de openbaring behoort, wat tot de Heilige Schrift behoort. Tenminste, wat tot de Heilige Schrift behoort. Bij monden tenslotte van Paulus Innocentius de Eerste, jaar 405 na Christus. Als wij dus vragen, wat heeft God geopenbaard? Een eerste antwoord is, dat wat in de Heilige Schrift staat. Wie legt vast wat in de Heilige Schrift staat? De katholieke kerk, en wel vanaf het jaar 405. Maar het geloof is meer dan dat. De Heilige Schrift verklaart in zichzelf. Soms is die heel duidelijk, soms ook niet. Toen Martin Luther kwam, de eerste protestant, 1517, rond die tijd, beweerde hij dat de Heilige Schrift onmiddellijk te begrijpen is. En hij zegt, ik begrijpen, dat betekent dit, dat betekent dat. En hoe weet ik dat? Ik word onmiddellijk verlicht door de Heilige Geest. Er kwam ooit het godsdienstgesprek van Marburg geschreven, waar nog anderen waren die dachten zoals hij, van kijk, ik kijk naar de Heilige Schrift en ik begrijp hem onmiddellijk. En zo kwam men tot ettelijke soorten uitleg van de woorden die Jezus spreekt, die ook in de Heilige Schrift zijn weergegeven. Dit is mijn lichaam, dit is mijn ziel. Woorden die Jezus bij het laatste avondmaal over brood, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, woorden die Jezus uitspreekt over brood en wijn. En intussen merkt Martin Luther en anderen die daar samenkomen dat ze al 8 verschillende soorten uitleg hebben. Kan God zich tegenspreken? Heeft iedereen de Heilige Geest? Nee dus. Wat geldt, dat wat vanaf het begin gold. In de loop van de tijden, als er discussie kwam, is men altijd gaan nakijken. Hoe bedoelde men het oorspronkelijk? Wat heeft Jezus willen zeggen? Hoe heeft men het aanvankelijk begrepen? En als iets dan niet meer in overeenstemming was, dan zei men, dat is niet katholos. Het is niet voor allen passend. Zo was het niet vanaf het begin. Zo heeft Jezus het niet gezegd. Zo hebben zijn apostelen het niet uitgelegd. Katholos. De openbaring. De Heilige Schrift, hebben we gezegd, is er een eerste deel van. Maar de uitleg ervan. De Heilige Schrift is maar een deel van wat men noemt de overlevering of traditie. Het geschreven deel. Maar er zijn nog andere delen. Dat zegt de Heilige Schrift zelf. Johannes 21. Mochten we alles optekenen wat Jezus aan tekenen heeft gedaan en wat hij heeft gezegd, ik geloof dat de wereld de boeken niet zou kunnen vatten die daarvoor nodig zijn. Dat de Heilige Schrift niet in alles
duidelijk is, zegt ze ook van zichzelf. De heilige Petrus in een van zijn brieven schrijft: veel van wat onze broeder, geliefde broeder Paulus vertelt of schrijft, hebben verschillenden tot hun eigen verderf verkeerd uitgelegd. Want bepaalde dingen in wat hij schrijft zijn soms verkeerd te begrijpen. Zegt Petrus over een ander deel van de Heilige Schrift, wat hij nogthans looft, de brieven van de heilige Paulus. Dus er moet iemand zijn die het uitlegt en die zegt van oké, zo werd het van het begin begrepen. En die geloofschat bestaat dus uit de Heilige Schrift en zijn uitleg. En die twee samen behoren tot de openbaring of traditie. Maar zit meer in die traditie. Bijvoorbeeld, Jezus zegt: ga onderwijst en doop alle volken in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onderwijst en doopt ook kinderen. Ook kinderen dopen. We zien in de handeling van de apostelen dat op een gegeven moment de heilige Paulus, apostel, in Filippi is. Filippi. En er ontstaat een aardbeving in de gevangenis waar hij ingekerkerd is. En de kerkermeester denkt dat alle gevangenen gaan lopen zijn en wil zelfmoord plegen. Maar Paulus en zijn medeprediker Silas stoppen die man en zeggen: stop, doe jezelf niks aan, we zijn er nog. En die man opent zich voor wat ze te zeggen hebben. En op het einde staat er: laat hij zich dopen met heel zijn huis. Betekent dat ook kinderen? Dat staat niet in de Heilige Schrift. En toch, terugkijkend, hoe heeft men het vanaf het begin begrepen? Men kijkt naar degenen die het begin opschreven, de gelovigen die het begin opschreven, de zogenoemde kerkvaders, en die zeggen: ja, men doopt ook kinderen. Want ook daarin moet de Heilige Geest wonen, anders worden zij niet gelukkig. Al dat, om het maar een voorbeeld nu, is allemaal deel van de openbaring, meer bepaald van de overlevering of traditie. En een deel daarvan is de Heilige Schrift. Een deel daarvan, wat ook het voordeel heeft, kunnen gelezen te worden. De Heilige Schrift is niets anders dan het neergeschreven woord Gods. Woord Gods waarover. Over waartoe wij op aarde zijn. Hoe wij gelukkig worden.